In februari is er bij ons een aardvarkjong geboren. Dat is vrij bijzonder. Dus we hopen dat het allemaal goed gaat. De jongen weegt ongeveer 1400 gram, wat een heel mooi geboortegewicht is. Wij zitten momenteel bij Wol. En wij blijven daar eigenlijk ook continu overdag bij. Dat doen we met name om de jongen te beschermen. Het oude dier dat kan best wel lomp zijn, dus die kan erop gaan staan of erop gaan rollen als ze slaapt. En als dat echt te hard gaat, dan is dat zelfs dodelijk voor het dier. Maar wij nemen hem ook s'avonds mee naar huis. Omdat het gevaar er s'nachts ook in zit dat ze dan ook erop kunnen gaan staan of erop gaan rollen. Bij dit oude dier is het ook zo, normaal heeft een aardvarken 4 kwartieren. Dat betekent dat hij 4 tepels heeft waar het jong uit kan drinken. Zij heeft er maar 2. En op den duur gaat het niet genoeg melk geven aan het jong dat hij daar groot van kan worden. Dus daarom laten we nu ook alvast aan een speer wennen. Dat hij straks er al aan gewend is. Want nu kun je hem eraan laten wennen en straks als hij oud genoeg is niet meer. Nou, dit is het jonge aardvarken. En die wegen we eigenlijk altijd voor en na een melkbeurt. Zodat we weten hoeveel die aangekomen is. En hoeveel er afgaat eigenlijk. Hij is een mooi levendig jong, dat is een goed teken, maar daardoor kan het wel even duren. Nou, 1436, dat is iets onder het geboortegewicht, maar dat is niet heel gek de eerste dagen. Het kan zijn dat ze iets afvallen of iets aankomen, maar het blijft de eerste dagen wel redelijk stabiel. Maar het is nu wel belangrijk dat het steeds meer en meer gaat worden. Dit is het voer van de volwassen aardvarkens. Dat bestaat uit hondenbrokken, gemalen fruit, meelwormen en wat poedertjes. Wat ze in de natuur eten is met name termieten. En eigenlijk qua voedingswaarde komt dit heel erg eroverheen. En wat we ook nog voor volwassen aardvarken doen wat jong heeft, dat het voer extra nat maken en extra veel gehakt. Dat vindt ze lekker gehakt en dat het extra nat is, is goed voor de melkproductie, dat er genoeg vocht binnenkomt.